Karel de Vijfde, een bekende naam in de Nederlandse geschiedenis. Wie was die Karel en hoe belangrijk was die? Die vragen proberen we in de volgende film te beantwoorden. Karel was de erfgenaam van veel vorstenhuizen aan het eind van de middeleeuwen. Dat waren het Bourgondische Huis, het Habsburgse Huis en van de koningen van Spanje. Hoe was dat zo tot stand gebracht? Daarvoor gaan we een klein stukje in de tijd terug. Maria van Bourgondië was het enige kind van Karel de Stoute. Karel sneuvelde in 1477 en Maria erfde het Bourgondische Rijk. Haar bijnaam was dan ook Maria de Rijke. Kort daarop trouwde ze met Maximiliaan van Habsburg. 5 jaar later viel Maria van haar paard tijdens de jacht. Zij overleed kort daarna. Ze hadden 2 jonge kinderen, Philips en Margaretha. Maximiliaan nam het regentschap op zich. Philips was immers nog een kleuter. En in 1494 was hij 16 en dus middenjarig. 2 jaar later trouwde hij met Johanna van Castilië. Zij was het 3e kind van Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon. De zus van Philips, Margaretha, trouwde met de broer van Johanna, Juan van Aragon. En dan zien we gelijk een van de belangrijkste kenmerken van die tijd, de huwelijkspolitiek. Huwelijken tussen vorsten konden helpen om je gebied uit te breiden. Het toeval speelde daarbij een belangrijke rol. Philips en Johanna zullen dan uiteindelijk 6 kinderen krijgen. En het huwelijk van Margaretha bleef kinderloos en Juan stierf na een 1/2 jaar al. Margaretha werd kort daarna opnieuw uitgehuwelijkt. Het oudste mannelijke kind van Philips en Johanna was dus Karel. Philips had als bijnaam Philips de Schone. De bijnaam van Johanna was wat minder vleiend. Zij werd Johanna de Waanzinnige genoemd. Maar daarover later. Johanna was nu de erfgename van de gebieden in Spanje. En dat gold ook voor Philips. En dat betekende dat Karel in de toekomst de erfgenaam zou zijn van de Nederlanden, Spanje en de Habsburgse landen. Het betekende ook dat hij zijn vader en moeder heel weinig zou zien. Ze moesten naar Spanje reizen om in de verschillende delen van het land te worden gehuldigd. In 1504 overleed zijn schoonmoeder Isabella van Castilië. Philips verzamelde een vloot in Zeeland en moest wachten op gunstige wind. In deze periode bezocht hij zijn kinderen. Het zou de laatste keer zijn dat zij hem zagen. Zijn schoonvader, koning Ferdinand, wilde Philips eigenlijk niet erkennen, maar uiteindelijk kwamen ze tot een vergelijk. Kort daarna overleed Philips, onverwachts, op 28-jarige leeftijd. Zijn weduwe Johanna was de erfgename. Maar haar vader, Ferdinand, verklaarde dat zij niet in staat was tot regeren. Ze trok zich terug in een klooster en nam het gebalsemde lijf van haar man mee. Ferdinand regeerde tot zijn dood in 1516 over de Spaanse landen. Toen Karels andere grootvader, Maximiliaan, hoorde dat zijn zoon Philips was overleden, ontbood hij onmiddellijk zijn dochter Margaretha bij zich. Margaretha had al een zeer bewogen leven achter zich. Op 3-jarige leeftijd was ze uitgehuwelijkd aan de Franse kroonprins. Toen ze 11 was, veranderde de politieke situatie en werd ze teruggestuurd naar haar vader. Geen Frans huwelijk en ook geen koningin van Frankrijk dus. 2 jaar later ging ze naar Spanje om met de Spaanse prins Juan te trouwen, maar die had een zwakke gezondheid en stierf na 6 maanden. In 1501 trouwde ze met de hertog van Savoye, maar ook die overleed op jonge leeftijd. En nu was ze door haar vader Maximiliaan ontboden naar de Nederlanden. Maximiliaan verklaarde dat hij de voogdij over de kinderen van Philips aanvaarde en ook het bestuur van het land op zich nam. Margaretha werd gevolmachtigd om het bestuur namens hem uit te voeren en ze nam ook de voogdij van de kinderen op zich. Naast Karel was dat zijn oudere zus Eleonora, zijn broer Ferdinand en zijn zusje Catalina, die overigens in Spanje woonde, en Isabeau en Marie. Ze ging in Mechelen wonen en had daar een uitgebreide hofhouding. Bezoekers uit heel Europa kwamen langs. Dagelijks genoten 150 mensen van de maaltijd. Het Hof van Margaretha groeide al snel uit tot een van de belangrijkste cultuurcentra van Europa. Haar bibliotheek was gevuld met de prachtigste handschriften.
Ze had schitterende wandtapijten in haar bezit en ze bezat werk van bekende schilders als Rogier van der Weijden, Hieronymus Bosch, Hans Memling en Jan van Eyck. Zelf had ze geen kinderen, maar nu stond ze opeens aan het hoofd van het gezin. De kinderen waren dol op haar. In hun brieven aan haar schreven ze: mevrouw, mijn tante en mijn lieve moeder. Gezien het aantal sterfgevallen in de familie maakte men zich bijzonder druk over de gezondheidstoestand van Karel. Over zijn opleiding maakte men zich iets minder druk. Zijn handschrift zou altijd gebrekkig blijven. Karel maakte in Mechelen kennis met veel geleerde mannen. Erasmus beweerde dat hij was gevraagd om op te treden als Karels leermeester, maar deze uitnodiging had hij afgeslagen. Toen Karel 8 werd, werd het tijd voor een huwelijksgelofte. Dat was trouwens niet de eerste keer. Toen hij 1 jaar oud was, was hij al verloofd met Claude, de dochter van koning Lodewijk XII van Frankrijk. Maar de Franse koning was nooit van plan geweest om dit huwelijk door te laten gaan. Toen Maximiliaan dat wist, ging hij onderhandelen met de Engelse koning Hendrik VII om een huwelijk tot stand te brengen tussen Mary Tudor, zijn dochter, en Karel. En in 1507 werden plechtige geloften uitgewisseld. Karel was 7, had er nog nooit in het echt gezien en Mary was 11. In 1509 vertrok Maximiliaan uit de Nederlanden. Voordat hij vertrok gaf hij Karel een eigen hofhouding en hij verleende Margaretha de titel regentes en gouverneur van de Habsburgse Nederlanden. Gelijkertijd benoemde hij Gievre, tegen de wil van Margaretha, tot opperkamerheer. Gievre wilde de banden tussen Bourgondië en Frankrijk verbeteren, terwijl Margaretha juist de banden met Engeland wilde aanhalen. Beiden probeerden hun invloed op Karel uit te oefenen. Wanneer Maximiliaan in de Nederlanden was, trok hij vaak met de kinderen op. In 1509, kort na de inhuldiging van Karel als graaf van Vlaanderen, trok Karel samen met zijn opa Maximiliaan door Gent en gooide geldstukken naar de menigte. Maximiliaan was zijn grote voorbeeld. De grote droom van Maximiliaan was ooit Frankrijk te veroveren en te verdelen en daarna de strijd aan te gaan tegen de Turken om Constantinopel te heroveren. Karel zou later die gedachte overnemen. Maximiliaan vond het belangrijk dat Karel verschillende landstalen sprak. Naast Nederlands was dat Spaans en Italiaans en ook een aardig woordje Duits. Latijn ging Karel echter minder goed af. Een van zijn leermeesters was Adrianus van Utrecht. Adrianus zou in de jaren 20 tot paus worden gekozen. Karel was geen al te beste leerling. Hij hield meer van wapens dan van boeken. Ook met zijn huwelijk met Mary Tudor ging het mis. Een reeks van onverwachte gebeurtenissen zorgde hiervoor. In 1514 overleed de echtgenote van Lodewijk XII van Frankrijk. Hij was 50 en had geen mannelijke nakomelingen. Het huwelijk tussen Karel en Mary was nog steeds niet voltrokken. Margaretha drong er bij haar vader op aan dat hij op moest schieten. Maar Maximiliaan aarzelde en toen was het te laat. Lodewijk XII van Frankrijk beloofde Hendrik de 8e van Engeland een enorme som geld, omdat hij met de zus van Hendrik, Mary Tudor, wilde trouwen. En op 13 augustus legde de plaatsvervanger van Lodewijk 1 been naakt vanaf het midden van de dij tot beneden tegen het been van Mary, die naakt in het bed lag, waarna het huwelijk officieel was. Karel reageerde vrij laconiek op het mislukken van de verbintenis met de Engelse prinses. Een paar maanden later maakte hij de naam van zijn nieuwe bruid bekend. Het was de dochter van Lodewijk XII, René, slechts 4 jaar oud. En ze was de erfgename van de hertog van Bretagne. Hij zette zelf de handtekening onder de documenten. Zijn minderjarigheid was voorbij. En hij had geleerd dat politiek belangrijker was dan zijn persoonlijke voorkeur. Margaretha drong aan op een officiële mondigheidsverklaring. Uiteindelijk zette Maximiliaan dat in gang. Hij wilde dat Karel naar Innsbruck zou komen, dat hij ook de eed van trouw in ontvangst kon nemen in alle landen van het Huis Oostenrijk. Maximiliaan droeg Margaretha op de Staten-Generaal bij elkaar te roepen. De Staten moesten geld bijeenbrengen om de kosten van de reis van Karel te betalen. Maar dat ging niet vanzelf.
De staten eisten dat Maximiliaan zijn kleinzoon mondig zou verklaren en zijn minderjarigheid zou beëindigen. Zij wilden alle landen en bezittingen van het huis van Bourgondië in handen van Karel hebben. Als Maximiliaan akkoord ging, kreeg hij 100.000 goudgulden. En de Duitse keizer, die altijd geld tekort kwam, tekende onmiddellijk. Op 5 januari 1515 was Karel landheer der Nederlanden. Daarna maakte Karel een reis van ongeveer 5 maanden door de Habsburgse gewesten. En in de belangrijkste steden werd hij als vorst ingehuldigd. Zijn tante Margarethe van Oostenrijk voelde zich ondertussen behoorlijk gepasseerd. Karel maakte weinig haast om naar Innsbruck te gaan. En ook duurde het nog maanden voordat het geld aan Maximiliaan werd uitgekeerd. De invloed van Maximiliaan op Karel was kleiner geworden. Maximiliaan probeerde via Margaretha zijn invloed op Karel weer terug te krijgen. Maar de invloed van Willem van Crooy, heer van Kievre, was groot op Karel. In Frankrijk was koning Frans de eerste aangetreden en Willem van Crooy wilde vooral Frankrijk te vriend houden. De twee grootvaders van Karel, Maximiliaan en Ferdinand, waren oud en ziekelijk. Een opvolging was aanstaande en men wilde niet het risico lopen op oorlog in de Nederlanden. Koning Frans bleek een geduchte tegenstander van Karel. Er werd een verdrag met Frans gesloten. Het verdrag was zeer voordelig voor de Franse koning. Al snel bezetten Franse troepen Milaan en de aangrenzende republiek Genua. Op 23 januari 1516 ontstond er een nieuwe situatie. De Spaanse vorst Ferdinand van Aragon overleed. En in zijn testament had hij zijn dochter Johanna erkend als universele erfgename. En Karel zou dan haar opvolger zijn. En om het nog wat ingewikkelder te maken, dacht Ferdinand, de broer van Karel, dat hij dan de opvolger zou zijn. Johanna staat in de geschiedenis bekend als Johanna de Waanzinnige. Ze was door haar vader buiten staat om te regeren verklaard. Er zijn ook verklaringen die dat weer tegenspreken. Ze verbleef in een klooster en had geen contact met de buitenwereld. Het was absoluut noodzakelijk dat Karel naar Spanje zou gaan. In maart 1517 gaf hij het bevel om in Middelburg een vloot samen te brengen. Voordat hij naar Spanje reisde, moest hij echter regelen dat de Nederlanden veilig achter zouden blijven. Allereerst moest hij afspraken maken met de Franse koning. Kievre zorgde ervoor dat Karels concessie moest doen ten aanzien van Napels en ook van zijn huwelijksverplichtingen met René van Bretagne. Ook moest Karel beloven te trouwen met Louise, de dochter van Frans de Eerste. Ze was pas 1 jaar oud en het zou dus nog jaren duren voordat Karel een opvolger zou krijgen. En op zijn beurt beloofde Frans om geen vijanden te steunen van Karel. In Engeland waren ze verbijsterd over deze overeenkomst. Een andere vijand van Karel was de hertog van Gelre. Met hem werd een wapenstilstand afgesproken. Nu moesten alleen nog de gelden worden gevonden om de reis te kunnen financieren. Spanje moest 100.000 dukaten ophoesten. Aan de Staten-Generaal werd gevraagd 400.000 pond ter beschikking te stellen. En daarna kon hij op weg naar Spanje. Maar zijn plannen reikten verder.